gemeente Beuningen heeft er een wandelroute bij. Zondag werd het zogenaamde Klompenpad feestelijk geopend. Dit pad is een rondwandeling van 15 kilometer door het buitengebied van Beuningen, Weurt en Ewijk. Het eerste Beuningse Klompenpad is ontwikkeld door onder meer de provincie en Stichting Landschapsbeheer Gelderland. Het Doddendaalpad maakt deel uit van een netwerk van klompenpaden en is mede gefinancierd door de gemeente Beuningen en de provincie Gelderland. Klompenpaden gaan door landerijen, weilanden en natuurterreinen. Het zijn veelal historische paadjes die in ere worden hersteld.